Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige en echte, Zeepie! In de vorige aflevering hebben wij wat pieces of hearts gehaald en even wat sidequests weer aan de kant geveegd. En in deze aflevering gaan we nog eventjes de laatste puntjes op de i zetten voordat we verder gaan. Zoals jullie zien, ik doe hier weer heel eventjes de Ruby truc. Om dus zeg maar weer eventjes wat meer rubies te krijgen. Omdat er is namelijk één piece of heart die ik ook heel eventjes alvast out of the way wil hebben. En wil ik jullie dus eventjes laten zien dat deze truc dus heel erg handig is. En heel erg vaak gebruikt kan worden. Zoals je ziet, ik heb hier nou net 60 rubies uitgehaald. Mocht je dus een beetje problemen hebben met de minigame bijvoorbeeld van de slingshot. En dat je daar al je rubies aan verbrast of zo, weet ik veel. Dan is het natuurlijk heel erg handig om te weten dat je in het begin al eigenlijk zeg maar oneindige rubies kan krijgen. Want als je dus zeg maar de ruby hebt gedaan en je klimt hier weer de brug op. Of je hebt hem gedaan en je gaat dus zeg maar naar binnen en naar buiten toe. En ik bedoel dan in Hyrule Castle en weer uit Hyrule Castle dat je weer de brug op kan. Dan krijg je dus zeg maar weer die rubies als je dus goed springt. Nou, de 40 ruby sprong, dat is dus zeg maar dat als je heel goed naar voren toe springt, dan krijg je dus zeg maar het dubbele. En we hebben er nou 186. Ik denk dat dit wel genoeg is om dus zeg maar de piece of heart te gaan krijgen die we dus nodig hebben. Nou, wat daarvoor nodig is, is dan moet het avond worden. En dan denk je van, ja, je hebt de Sunsong, die kunnen we nou gebruiken. Mis. De Sunsong die gaat het automatisch naar middernacht brengen en ik geloof naar 12 p.m. Oftewel allebei dus zeg maar, in de middag. En Dempei verschijnt alleen maar in de vroege uurtjes van de avond en niet in de diepere uurtjes van de avond. En er was mij ook gevraagd of ik eventjes iets anders kon laten zien wat ook nog in de graveyard te halen is. Dus zonder enig oponthoud, we hebben nou genoeg rubies, dus ik wacht hier heel eventjes totdat het donker wordt en ik zie jullie in een seconde. Oké, de muziek die is al weg, dus we wachten heel eventjes op het geluidje. Oh, ik ben te vroeg. Ik loop net iets te ver, zeg maar. Daar zit dus zeg maar net de barrière, waardoor dat... Als je dus zeg maar deze ladder verder opgaat, dan krijg je dus dat gebeuren. Ja, nou is het avond. En nou willen we dus terug naar de graveyard. Nou zie je ook gelijk dat het in één keer een stuk donkerder is. Dat is de logica's van deze tijdzones, denk ik. Weet ik hoe je dat moet uit te noemen. En nou vroeg ik me eigenlijk trouwens af of ik hier niet een Golden Scotchella die we ook zouden kunnen krijgen zijn vergeten. Want zoals ik jullie al eerder heb laten zien, kunnen Golden Scotchella's ook in een boom zitten. En ik geloof dat er hier ook eentje in zit. Ik wist dat ik die vergeten was. Dus dit is ook nog een Golden Scotchella die we dus zeg maar gelijk mee kunnen pikken. Op het moment dat je dus zeg maar hier in de avond bent in Kekkerinko Village. Nou, om nog eens weer heel eventjes snel terug naar de graveyard te gaan. Dit wordt niet zo lang als de vorige keer in de graveyard. Want de vorige keer hebben we behoorlijk lang in de graveyard rondgehuppeld. Dus vandaar. Maar deze, ja, het geeft weer een piece of heart. En zoals jullie dus weten, dit is een 100% run, dus we gaan ook voor alle pieces of heart. En ik ben nog steeds niet teruggegaan naar de Happy Milk Shop. Happy Mask Shop, om dus dan masker te verkopen, maar dat doe ik dadelijk wel. Dus maak je maar geen zorgen. Goed, nou hier hebben we dus Dempei. En Dempei, daar willen we dus zeg maar een spelletje mee spelen. Je ziet hier zeg maar deze plekken waar geen steen liggen. En wat we dus willen doen is op het moment als Dempei op zo'n plek staat, wil je met hem praten. En dan zegt hij, hey kid. Ik moet hem eigenlijk een beetje een griezelstemmetje geven. Hey kid, don't mess around with the graves. I'm Dempei the gravekeeper. My face may be scary, but I'm not a bad guy. Let me give you an advertisement for my side business. Dempei the Gravekeeper's heart-pounding grave-digging tour. What's gonna come out? What's coming out? When I start digging, we'll sure find out. Do you want me to dig here? 10 rubies for one hole. Ja, dat willen we bij elk van deze hokjes doen. En we krijgen 1 rubie eruit. Nou, dat willen we dus zeg maar bij elk vakje doen. Dus het volgende vakje waar dat hij naartoe moet lopen, dat is dus dit vakje hier. En aangezien dat hij heel erg langzaam loopt, kan dit wel heel eventjes duren. Dus hier maak ik heel eventjes een montage van. Jo. En weer iets. Oh, even één ding. Mochten jullie nou meespelen op dit? Dit is elke playthrough is dit anders. Dus het kan altijd in één van die vakjes liggen. Dat is totaal willekeurig in welk spel dat je ook speelt. Dus bij mij zou die bijvoorbeeld hier kunnen zitten. Maar bij jullie zou die bijvoorbeeld in een ander vakje kunnen zitten.
Ah, man. Nope. Ik word echt moe van Navi. Nou, so not fair. Je hebt er daar twee naast elkaar zitten, dus... scheelt mij weer een beetje knipwerk. En... 5 rubies. Joepie. Echt, Navi, blijf je nou de hele tijd heen roepen op het moment dat ik één keer met hem praat? Dat is irritant. Weer 5 rubies. Nou ja, af en toe bijna een gratis dik, waarom ook niet? Yay. Oké. Dit is dus de grootste reden waarom ik een hekel heb aan deze digging dinges. We hebben nou een heel rondje gelopen, maar we hebben dus nog niet de piece of heart te pakken gekregen. En dat is dus waarom dat ik deze zo irritant vind. Omdat hij ligt op zo'n dinges. Maar soms pakt hij hem wel, soms pakt hij hem niet. Dus het is echt een beetje luck based. Dus ik blijf gewoon eventjes doorgaan totdat hij hem vindt. Daar is hij. Ik snap niet wat ik net deed, anders deed als anders. Maar in één keer kan hij in één keer zo tevoorschijn komen. Het is maar waar je zin in hebt. Nou maken we het heel eventjes goed nacht. Want we kunnen dus zeg maar geen graftombes openmaken op het moment... dat we dus zeg maar bezig zijn... Oh, nou wordt het dag. Nee, maar op het moment dat dus Dampé rondloopt, dan kunnen we dus zeg maar niet... de grafstenen openmaken. En er is nog een grafsteen die ik heel even open wil maken. Want er is dus een reactie binnen geweest. Of ik die ook nog heel eventjes wou laten zien. Mocht je dus geen zin hebben in korting gezeurd. Dat je maar 10% of 10 rupees korting krijgt of alles. Dan is het dus zeg maar een mogelijkheid om een gratis Hylian Shield te krijgen. En als ik me niet vergis. Dan is dat bij deze grafsteen hier bij de bloemetjes. Heel veel die hebben mij dat toch gevraagd. Of ik dat toch wou laten zien. En nee, dat is niet deze. Volgens mij zit degene met de Fairy Fountain erachter, maar dat weet ik niet zeker. Dit is volgens mij 20 rubies. 5 rubies, nog minder. Nou ja, maakt niet uit. Als je 5 rubies nodig hebt, daar liggen ze! Zo. Ik word er helemaal agressief iets van. Oké, nou. Dan liggen ze waarschijnlijk bij die andere met de bloemetjes. Dat is... Er is nog geen andere met bloemetjes, of wel? Ik weet dat er ergens een Hyrule... Want jullie in de comments hebben mij dat ook uitgelegd. Dat er zit hier ergens een steen. Volgens mij is dat nog... Ik weet zeker dat dat deze moet zijn, hoor. Nee, dus. Dan is het de eerste. Ik gebruik zeg maar dat gratis Hylian Shield gebruik ik nooit. Wil jij alsjeblieft even weggaan? Dank je. En ik weet het, ik pak die 5 rubies niet op, maar daar heb ik ook geen zin in. Als jij nou zelf eventjes daarheen gaat, dan doe ik even deze game. Hoe kan niet? Jongens, ik ga heel eventjes researchen doen. Ik ga heel eventjes zoeken, ik zie jullie in een seconde. Nou, ik kan natuurlijk een hele grote fout ergens maken, maar ik heb hier alle grafstenen nu voor de zekerheid eventjes gecheckt, want walkthroughs dat doe ik nooit aan. Maar ik kan alleen maar de ene vinden. En ik weet dat daar achter een Fairy Fountain zit. Maar dat is maar 5 rubies. Dus ik weet niet of dat hier was hoor. Dat je de Hylian Shield gratis over niks kon krijgen. Maar dit is dan de gat waar we dat de piece of heart hebben gehad. Dus ja, laat het weten in de reacties waar dat hier dan precies zou moeten liggen. Want ik kan me eigenlijk dat niet echt hier goed meer herinneren. Dus... Ik gebruik hem zelf nooit, omdat ja, rubies... Rubies zijn op zich niet zo'n... Ja, je hoeft ze niet echt te hebben, laat ik het zo zeggen. Bij sommige punten heb je ze even nodig, maar voor de rest niet echt meer. Dus... Maar goed, we hebben nog 40 rubies over, wat genoeg is om dus zeg maar de Happy Meal en Maskman terug te betalen. En er is één ding wat ik heel eventjes wil doen. En dat is, ik wil heel eventjes langs Long Range, omdat daar dus zeg maar ook nog 2 dingen te zijn... Die we dus zeg maar nog moeten doen voordat we richting Dead Mountain toe gaan. Dus dat zijn echt van die kleine dingetjes. Maar ja, handig in de toekomst dat je die alvast gedaan hebt. Dus laten we daar maar gelijk heel eventjes naartoe lopen. Dat is net zo makkelijk. Dus ja, zoals altijd, ik lees nog altijd alle reacties. En ik dacht dus inderdaad ook van, oh ja, dat is waar ook. Maar ja, ik kan hem helaas dus op dit moment niet vinden. Wat ik eigenlijk best wel... Wat ik eigenlijk best wel jammer vind. En auw, waarom sla je me op neus?
Ze zaten al te zeuren in de Lost Woods of daar in de forest dat mijn neus niet puntig genoeg was. So not fair. Nou ja, op het moment dat we hier naartoe lopen, volgens mij wordt het van eigen dag als we daar dus zeg maar aankomen. Dus ja. Nou weet ik dat er dus zeg maar heel erg veel sidequests zijn die we nou op dit moment alvast doen. Maar ik wil alvast eigenlijk laten zien hoeveel dat je kan doen voordat je naar de tweede dungeon gaat. Je kunt heel erg snel naar de tweede dungeon toe gaan. Maar ik heb zoiets van... Ja, je kunt het eigenlijk alvast beter gedaan hebben. Sowieso ben je dan sterker en heb je meer health. Dus voor beginners is dit zeker een handige strategie. Maar ook gewoon dat je een beetje alvast wat meer van de wereld ziet. Waardoor dat je weet waar dat je naartoe moet gaan als iemand bijvoorbeeld ergens over praat. Bijvoorbeeld Lake Hylia, daar zijn we geweest. Daar hebben we gevist. Dus als iemand nou zegt van... Hé, je moet eens even bij Lake Hylia gaan onderzoeken. Dan weet je al gelijk waar dat er ligt. Dus ja, op zich... Ik ben eigenlijk best wel tevreden over hoe dat ik nou deze run eigenlijk zeg maar dan loop. Nou, eindelijk zijn we dan aangekomen. Het is precies dag geworden. Dan zijn we weer bij London Ranch. Bij Melon en Mari. Ik bedoel Talon. En het eerste wat we willen doen is, we willen hier eventjes naar binnen lopen. En daar hebben we Mario zitten. En Mario die wil hier een spelletje met ons spelen. Oké. A mumble mumble, I'm awake already. What? Well, I'll be. If it isn't the virus kitten from the other day. By the way, thanks a lot for waking me up. It took some doing and I actually hear a very, very scary sound on the background. Oké, dat slaat ergens op. But I finally got Melon back in a good mood. Oké, maar dat moet je even leren, want Melon hier af en toe is nog een beetje in een chagrijnige mood. So what are you up to today? Get some free time on your hands? You say? Well, how about a little game? These three cuckoos I have here are special super cuckoos. Oh, echt waar? I'm going to throw these cuckoos into that gaggle of normal cuckoos. If you can pick out these three special birds from among the normal cuckoos within the time limit, I'll give you something good. If you can find them, I win. It will be 10 rubies. Want to play? Nou, dit willen we zeker eigenlijk doen. You have 30 seconds already then. Get started. Here go the super. Start looking. Nou, de makkelijkste manier is om eventjes te kijken. Nou, we zien er daarachter al eentje vallen. Dus die kunnen we al heel erg snel oppakken. Kunnen we heel snel op... Nee. Oh, dat was er één. Oké. Dit is er ook één. Oké, we hebben er twee in 10 seconden. En de laatste die was volgens mij hier ergens naartoe gevallen. Nee. 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 Ik heb altijd moeite met die laatste. Jij het? Nee, hem daar, bij die deur. Ja, bij de deur moet je dus heel erg uitkijken, want daar heb je dus heel vaak het probleem dat je dus zeg maar ongeluk de deur open kan maken. Daar was hij, hè, bij de deur. Ah, kom op, ik had hem! Time's up! Too bad! These are some great! Come back to me, my babies! Oh, ik haat het spel zo erg. Oké, nou, de tweede keer is het in ieder geval een stuk goede koper, dus dat is alleen maar goed. Oké, nou, hij gooit ze weer. Eentje gaat richting de deur, eentje gaat naar achteren toe. De eerste, dat is hij. Dit is er eentje, denk ik. Nee. Jij er dan eentje. Nee. Oh, dit gaat weer een hele slechte. Ga weg! Dit gaat niet goed. Oh, zitten ze dan... Ze lopen ook gewoon door elkaar! Ik heb er maar eentje! Ik ben hier heel slecht in. Dat is de eerste. Dat is de tweede. Nou, heb ik 25 seconden. Hebbes. In minder dan 10 seconden. Nou ja. Als je deze minigame eindelijk voor elkaar hebt gekregen. Ik moet weer wel voice acting doen. Ik probeer hier ook gelijk mijn mail te lezen. Dat moet ik eigenlijk niet doen, hè. Dus geef me even een seconde, jongens. Geef me even een seconde. Ik ben hier. Oké, daar. Hey you! I got the you've got the talent to be one of the world's best cowboys! Yahoo!
Houd je link to Mary Mellon, huh? Wat? Dude. Zullen we dat niet eerst aan Mellon zelf vragen of zo? Nee. Oh, I was just kidding. Just kidding. I think you're a little young for that, aren't you? Oh, I'm proud to present you a sample of our very own Lanlan milk. You'll be energized the moment you drink it. After you drink it, you can bring back the bottle and buy a refill anytime you want. Oh, dus dat is hoe dat je je business doet. Je geeft iemand een flesje met melk en als hij het op heeft, dan moet hij terugkomen om een hervulling te kopen. Nou ja, het zorgt wel voor een tweede bottle die we hebben en er zit alvast melk in. En het herstelt 5 hartjes en je kunt het 2 keer gebruiken, dus het is een totaal van 10 hartjes. Nou, health recovery items, ik ben er niet zo van in dit spel, omdat ja, ik ben too pro. Maar, geintje natuurlijk. Maar, ja, zo kom je dus zeg maar aan je tweede bottle. Nou, dan willen we dus heel eventjes langs Mellon. Mellon die zit er de hele tijd van, roep je, krijg nou een snoepje. Want ja, voor de mensen die het niet weten, ik heb een konijntje hier, die heet toevallig Mellon. Dus ja, dat is niet toevallig, dat is echt speciaal daar naartoe voor gegaan. Maar goed, hier hebben we Mellon. Oh, it's the fairy boy again. I heard that you found my dad. How did you like the castle? Did you see the princess? Dad came home in a hurry after you found him. Oh yeah, I have to introduce you to my friend, fairy boy. She's the horse. Her name is Epona. Isn't she cute? But it's wrong! Oh, sorry. Die grap moest eventjes. It seems like Epona is afraid of you, fairy boy. Nou, als je dus haar de ocarina laat zien... Nog een keer mee praten. My mother composed this song. Isn't it nice? Let's sing together. En als je dan nu je ocarina laat zien. Oh, cute ocarina. Are you going to play this song with that ocarina? Okay, this is the song. Oké, toekomstige ik. Kom er maar in met je ocarina en fluit maar raak. Uitslover. Oké, nou, dan doen we het nou eventjes zo. You've learned Epona's song. Yay. Nou, de reden waarom dat... ik heb echt flink lopen oefenen. En de reden waarom dat ik dus toekomstig ik zei is... Ik doe dat dus tijdens het editen. Doe ik dat dus zeg maar opnemen tot als ik dan op de ocarina speel. Dus vandaar. Oké, nou. Dan hebben we dus Epona's song geleerd. En Epona is dus niet meer bang voor ons. En dat is dus handig voor later in het spel. Nou, dankjewel Mellon. Hartstikke bedankt dat je ons dat nummer hebt geleerd. Dit nummer kan ook handig zijn. Wil je wat meer melk hebben... Ik zou niet weten waarom. Maar zou je meer melk willen hebben, vind je koeien en je speelt dus zeg maar dat nummer. Dan zijn de koeien, die kunnen dan in één keer magisch tegen je praten. En dan zeggen ze van, oh wat een mooie deur. Oh, ik wil daar melk voor geven. En dan krijg je dus zeg maar ook weer een leeg flesje, maar dan gevuld met melk. Dus je krijgt niet elke keer een leeg flesje weer opnieuw, want dan zou je oneindig een flesje krijgen. Maar een leeg flesje wordt dan gevuld met melk, dat probeer ik te zeggen. Dus melk is goed voor elk. Campina. Sluipreclame! Oké. Nee, maar longomilk, niet echt. Ja, voor beginners misschien een heel erg handig item in het spel. Laat ik eerlijk wezen. Ik bedoel, toen ik dit voor het eerst speelde, ik heb niet echt veel health problemen gehad. Maar ja, dat komt waarschijnlijk omdat ik heel erg veel van de eerdere Zelda games heb gespeeld. Dus ik denk dat ik daarom nooit echt moeite heb gehad met... zeg maar geen game overs te krijgen of zo. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik heb game overs gehad in de eerste playthroughs die ik hierin gedaan heb. Dus, maar ja, vergeet niet, ik was toen ook nog maar Zelda player 11, denk ik. Ja, Zelda player 11. Klinkt gek, hè? Nu ben ik ondertussen een Zelda player 27, maar ja.
Oh, tijd vliegt, jongens. Echt. Oh, 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 oh. Maar goed, we hebben dus nou zeg maar dat nummer geleerd. We hebben nou 2 flessen op zak. En we hebben dus zeg maar... we zijn nog 1 piece of heart verwijderd van weer een heart container. Maar ik denk dus dat we dus eindelijk naar Dead Mountain kunnen gaan. Dus... sowieso aan jullie nog de vraag. Weten jullie waar die Hylian Shield verborgen zit? Laat dat natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Voor de leuke muziek, voor de fluitmuziek, voor de sidequest, voor de extra's. Voor Melon, voor dit krat wat hier in de hoek staat. Weet ik het allemaal nog wel meer. Dus ik hoop jullie allemaal te zien morgen. Dan gaan we eindelijk richting Dead Mountain. En gaan we dus zeg maar naar een nieuw gebied toe. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie dan allemaal te zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, die wachter die ziet er niet uit met zijn helm. Wachter! Oh, terug! Stop! Nog niet afsluiten! Bijna helemaal vergeten dit. Oh, 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 oh. Wat ben ik toch een snuggere. Hallo. Oh, great. You solved it. Please play. Hi, Mario. You have met with the terrible fate, haven't you? Ja, oké. Okay. Ik heb hem. Please pay back 10 rubies for the kitten mask now. Payment received. Oké, okay, dus nu kunnen we dus zeg maar een nieuwe masker pakken. En dat is de Skull Mask. Ta-da-da-da. Dus, ja... die wou ik nog heel even meenemen voordat we naar Dead Mountain toe gingen. Dus sorry daarvoor! Zo, dus ja, nou dat hebben we nou ook weer eventjes snel gedaan. Dus ja, wat ik net allemaal zei, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!